Goedemiddag traders, dit is de marktanalyse van woensdag 30 november 2016. En we gaan meteen weer beginnen door naar de Amerikaanse Dow te kijken. Links wederom, zoals altijd, de daggrafiek en rechts de weekgrafiek. En als we kijken naar de daggrafiek, dan zien we dat qua telling de huidige dagcyclus duidelijk tegen het einde zit. We zien het ook in de Dow Stochastics indicator. Die in de dalingsfase zit. We zien nu hier wel een knikje en een nieuwe poging, een nieuwe high te zetten in de Dow hierboven. Waarbij het nog maar de vraag is of dit dan de cyclusbodem is. Ik denk dat er eigenlijk eerlijk gezegd nog een beweging achteraan moet komen. Maar dat laat ik heel even in het midden, want longposities op dit niveau acht ik zelf niet zo heel interessant. Omdat wij ten opzichte van die MA-banden, die korte en die lange, en ook de MA200, is de situatie feitelijk uitermate overboord. En ik hou niet zo van dat woord, want dat suggereert dat je niet hoger kunt. En dat kan natuurlijk altijd. Maar je moet als trader vooral kijken naar rendement-risico. En het rendement, dat moet dus uit een stijging komen. Nou, wat je normaal gesproken ziet is op het moment dat je al zo'n behoorlijke afstand hebt ten opzichte van beide MA-banden, dan is de kans eerder dat je teruggaat naar die MA-banden, zoals we hier hadden, in deze periode, pardon, dat we dus teruggaan naar die MA-banden, of zoals hier, dat de koers zijwaarts gaat, dat de MA-banden eigenlijk naar de koers toe lopen. En het alternatieve scenario zou zijn dat je dus vanaf hier een nieuwe beweging omhoog gaat krijgen, waardoor die overspannen situatie nog meer een climax gaat bereiken. Maar dat is eigenlijk meer een scenario wat je haast nooit uitermate zelden ziet. En ik denk niet dat je dan als trader daarop moet focussen om dan daarop in te zetten. Dus voor mij geen longposities op de Dow. Zit je long, dan is het nu vrij eenvoudig, want waar zet je dan de stop? De stop zet je gewoon onder deze low. Ik zal het even netjes hier markeren. Hier zet je hieronder en word hieronder uitgestopt. Dan wacht je even af op een nieuwe entry. In de rechtergrafiek, de weekgrafiek, zien we dit natuurlijk weer terug. We zien ook hier een duidelijke impuls omhoog. Behoorlijke afstand ten opzichte van die twee MA-banden. En normaal gesproken zien we dus eerder een pullback na zeg maar, die MA-banden, gevolgd door daarna een nieuwe beweging omhoog, dan dat we nu in één ruk verder omhoog gaan. Maar goed, de weekcyclus is eigenlijk net begonnen. We noteren nu de vierde week, dus wat dat betreft blijft er per saldo voor de komende weken nog wel opwaartse ruimte over. Al denk ik dus dat op de korte termijn het nu niet interessant is om agressief longposities in te nemen. Goed, we gaan weer naar de andere kant van de grote oceaan, Europa, beter gezegd de DAX, waar het beeld toch wel wat anders is dan bij de Dow. We zien in de linkergrafiek, de daggrafiek, dat die trading range nog steeds intact is. En dat de DAX nu al voor de zoveelste dag eigenlijk in het bovenste deel van die range blijft hangen. Wat we wel zien is dat dit niveau, zeg maar rond die 10.570 tot 10.600, dat nu onder druk komt te staan. We zagen dus eergisteren even een slotte ronde. We zijn er meteen weer teruggekeerd daarboven. Dus dat niveau wordt wel getest. Hè. Je ziet een aantal spikes hadden we al die kant op. Dus vooralsnog is er eigenlijk niks aan de hand. Want als je kijkt naar het grote plaatje, naar dit verhaal. Kijk, dan moet je eigenlijk kijken naar deze stijging van 10.000 iets erboven tot 10.800. En dan kijk je naar deze correctie in tijd. Want dit is eigenlijk meer een soort zijwaartse correctie van plus minus 200 punten. En die valt eigenlijk in het bovenste 25-30% van deze hele stijging. En dat is per saldo nog steeds bullish. En zoals ik eerder al zei, als wij dus ergens hier mogelijk zelfs iets lager een cyclusbodem gaan krijgen, dan is dat nog steeds bullish. En dan denk ik nog steeds dat dit uiteindelijk
de kant op is die we gaan meemaken. Nu is even de vraag, is dit nu dan de cyclusbodem hier geweest? Het zou kunnen, kijk, die double stochastics laat hier inderdaad een knik zien. Het zou kunnen, het is nog een beetje vroeg. We zien ook qua price action nog niet al te veel overtuiging. Dus ik wil hier eigenlijk nog even 1 of 2 dagen wachten. Of we dan zeg maar boven die 10.700 gaan uitbreken. Zo ja, dan denk ik dat inderdaad die aanval op die 10.800 en hoger, dat die gezet is. En dat we ons op kunnen maken voor een longpositie met als stop de onderkant hier rond die 10.540 plus minus. En dat zien we ook terug in de weekgrafiek. We zien hier heel duidelijk die trading range tussen zeg maar 10.200 en 10.800. Die duurt nu al ettelijke weken. En we weten, dit is eigenlijk de voorloper tot een nieuwe impulsbeweging. En de vraag is natuurlijk, gaat die impulsbeweging normaal gesproken deze kant op? Want we hebben een impuls omhoog, zijwaarts en vervolg. Of krijgen we een uitbraak naar beneden? Vraagteken. Nou, gezien de trend, dus deze trend was neerwaarts. We hebben nu een impuls omhoog gehad. We zien nu een correctie zijwaarts, zou ik zeggen. Opwaarts is de meest kansrijke variant. We moeten natuurlijk uiteraard kijken de timing. En de timing die kunnen natuurlijk weer afleiden uit de daggrafiek. Zoals ik net zei, als we dus hier links de dagcyclusbodem hebben gezet of gaan zetten binnenkort, zonder dat die koers nog veel verder terugvalt, dan is dat een interessant punt om inderdaad in te zetten op die opwaartse uitbraak van de DAX, tot dan 11.500 en 12.000 punten. Als laatste wil ik nog even kijken naar de Bund. Daar ben ik vorige week ook even bij stil blijven staan om die te analyseren, omdat we toch in potentie toch een interessante situatie meemaken. We beginnen even aan de rechterkant, dat is de maandchart. Voor daytraders niet zo heel relevant, maar ik wil even het kader schetsen waar we nu zitten. Dit is de maandcyclusbodem. En we zitten nu aan het einde van die hele lange maandcyclus. Uiteraard is die hele trend hier duidelijk omhoog. Maar we zien ook dat zelfs binnen die trend er natuurlijk milde correcties zijn. Maar milde correctie in de maandchart kan toch al gauw een punt of 8, zoals hier, en hier ook een punt of 12 uitmaken. Nou, als je even van hierboven 166 8 punten afhaalt, dan zit je op 158. Nou, dat hebben we nu gehad. Haal je 12 punten van af, dan zit je op 154. Dat is dit niveau. En dat komt dus mooi overeen, feitelijk met dit vorige uitbraakpunt. Dus ik ga ervan uit dat deze maandcyclus nog niet ten einde is. En dat zien we ook in de Dapper Stochastics, die nog wel wat dalingspotentie heeft. Dus dan gaan we even kijken naar de weekgrafiek waar we dan staan. Dit is mijns inziens de meest recente week. Cyclusbodem, die is vrij snel gebroken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de bar. 7, 8, 9, dat is de mid-cycle low. 10, 11. Dus we zitten nu eigenlijk in een bearish cyclus. Aan het einde van de maandcyclus. Dus normaal gesproken, als de cyclus zijn werk doet, dan zouden nieuwe lows moeten gaan volgen. En als dit de mid-cycle low is van de Passaldo bearish weekcyclus, dan gaan we even naar links, naar de dag. Dan is dit natuurlijk de dagcyclusbodem. En dan zou je zeggen dat binnen die neerwaartse trend, dat we nu eerdaags toch een daling moeten gaan krijgen. We noteren nu binnen de huidige dagcyclus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, de 12e bar. We zien ook dat we in die 50-65% range zijn gekomen. We zitten tegen die lange MA-banden aan. Dus nu is het zaak, waar ligt dan de trigger voor eventuele shortposities? Ik ga het beeld even wat duidelijker maken. Even deze steunniveaus weghalen, zodat we hier heel duidelijk kunnen zien waar het zit. Kijk, we zitten hier. Dit is een omgekeerde
pinbar, of dit is een bullish pinbar. Een bottoming tail bar ook wel genoemd. Dus we zien hier boven het lichaam en hieronder eigenlijk die lange tail. Dus je zou kunnen zeggen, onder die tail krijgen we definitief bevestiging. Misschien al eerder, als we dus onder die 161,57 komen, dan komen we dus eigenlijk onder dit niveau hier, komen we dan terecht. Dan wordt de low van deze wordt gebroken, deze wordt weer helemaal teruggegeven. Dus ik denk dat we nu, zoals het er nu uitziet, in een soort topvormingsproces zijn. Sluiten we onder die 161,50, dan zou ik zeggen, dat is een interessant punt om een short positie in te nemen, waarbij dan de stop natuurlijk gaat liggen iets boven de vermeende cyclustop. Waar zouden we dan naartoe moeten gaan? Nou, gezien de maandcyclus zijn nieuwe lows dan waarschijnlijk. En als eerste indicatie zou ik dan zeggen, en dat leid ik even uit de weekgrafiek af, dit punt, zeg maar die 157, 80, 158. En dan gaan we zelfs nog iets lager, dan hebben we het volgende niveau rond de 155, 60 zo'n beetje. Dus in deze zone, daar zou ik zeggen, zou die boend in principe naartoe moeten kunnen gaan. Dus hier is de strategie, even wachten op die duidelijke ommekeer op het lagere slot. Dan een short positie innemen, hierboven de stop zetten en dan vrijelijk rustig afwachten op nieuwe lows.